We zien Nierhuis met Ian de Wolf en Bo Willings op slag. Tine Goedhart als stuurvrouw ruim aan de leiding inderdaad in die Chun Wai Chung. En dan kan ik maar één conclusie trekken, Luc. En dan zie ik twee gele boten en die varen vooraan. En de derde boot, dat onding waar ik het al eerder over heb gehad, die vaart toch heel ver achteraan, hoor. Laten we het maar niet nog een keertje noemen. Het is Proteus op de tweede plek en Njord in een hele mooie boot op de derde plek. Je ziet dat het toch wel een verschilletje uitmaakt of je zo'n nieuwe boot hebt of zo'n gele nieuwe boot. Of die oude houten praam, zoals het dan oneerbiedig wordt genoemd. Maar alle respect voor die boot die natuurlijk jarenlang goede staat van dienst heeft gehad. Maar Nierhuis gaat hier wel aan de leiding en ook wel met de overwinning aan de haal, denk ik, voor Proteus en Njord. Ja, inderdaad. Het is een beklonken race, lijkt het erop. Of zullen het dan de Proteërs worden die er misschien nog wel eventjes een eindsprintje uitpersen. En dan, ja, ik moet het toch vragen, Michiel. Welke wedstrijd mocht jij niet roeien in de Kleipool? Waarom heb jij zo'n ondiep gegronde haat tegen dat stuk regenpijp met brandhout? Nou, Michiel is boos weggelopen nu je die vraag hebt gesteld. Want dat is absoluut niet in vraag, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. Michiel die is, teleurgesteld en is gewoon even weggelopen. Maar desalniettemin, hij is gewoon hartstikke tevreden met die boot. En heeft er altijd met veel plezier naar gekeken als hij, zolang die maar in de stellingen hing, in de Njord loods. Ja, de Njord loods, die prachtige Njord loods die de laatste jaren toch wel goed wordt uitgebreid. Mag ik zeggen, was Njord niet een vereniging die lang achterliep in vloot? Gaat het nu stukken beter? Achter vier zonders en twee zonders komen daar aan de lopende band binnen. Dus blijkbaar is er toch een klein gasbronnetje in de achtertuin op het Njord terrein gevonden. Want geld stroomt daar weer binnen. U kunt het zien nu op het scherm dat de mannen van Nierhuis lang en breed aan de leiding gaan. En dan kunnen we het wel weer eens vragen. Dan kunnen we het wel weer eens vragen met zo'n... Zo'n onderrondje met Nierhuis, Proteus en Njord. Wat denken jullie ervan, kilometer? Zijn dit voorboden voor vanmiddag? Nou Bart, jij zei net dat Njord een hele tijd heeft achtergelopen wat betreft het loods. Ik denk dat Njord eigenlijk überhaupt een hele tijd heeft achtergelopen. Want er zijn toch heel veel jaren geweest dat de Njord-ploegen niet vooruit te branden waren. En dat het af en toe gewoon een beetje pijn deed aan je lichtblauwe hart als je weer een Njord-ploeg voorbij zag komen. Dan zat Luc Stijvers weer in de finishtoren op de bosbaan zichzelf te verbijten. En dan nam hij maar weer een hap van zijn krentenbol, want erover praten had geen zin. Maar ik denk niet dat het een voorbode is voor vanmiddag. Ik denk dat vanmiddag een hele andere race gaat zijn. En hoewel Nierhuis met Bo Willings, die boomlange slagman die op de NKIR al zo goed voor de dag kwam, heel goede zaken doet hier, zeg ik niet dat hetzelfde verhaal zal zijn voor zijn compaan, namelijk Freekje Robbers op de slagpositie van de oude vier. Welk verhaal het ook was, het was 8 seconden op de 1500 meter. 8 seconden verschil tussen de ploeg van Nierhuis en Proteus. En die 8 seconden die is waarschijnlijk alleen nog maar meer geworden in die laatste 500 meter. Die laatste 500 meter die in het voordeel beslecht wordt van Ian de Wolf en Bo Willings. Gestuurd door Tine Goedhart, die in het voorronde ligt van die boot. Die boot die nog tot grote hoogte wordt gestuurd. En ondanks dat het een langzaam nummer is, dat het toch nog echt best snel lijkt eigenlijk. Wat vind jij, Bart? Ja, het lijkt ongelooflijk snel. Het roeien dat heeft er wel eens beter uitgezien van beide heren. Ik moet zeggen dat het eigenlijk wel bij alle drie de ploegen zo is. Er is soepeler geroeid. Maar goed, er worden hier handjes geklapt. En volgens mij is dit een van de eerste 2K-races op Nederlands grondgebied voor die nieuwe Proteus. En dan gaan we over naar een...